Yo, kijkers, welkom bij een gloednieuwe, de allerlaatste van de filmserie van vandaag. Dat is geworden de familie Pillegaas, van de pretpark op Stelten. Gaat deze video beginnen. Hallo allemaal, ja, ga ik lekker deze filmserie beginnen van de familie Pillegaas. Het is echt een leuk film dit. Echt waar. Nou, ik ga even nu mee beginnen. En dan nu. Daar komt Daan. En Daan. En Bert. En de lekker sporten. En in de achtertuin. Het is heerlijk weer om te sporten. En ik zag Daan. Een beetje afleidend kijken, zie ik. Naar de donut. Door Pets, geloof ik. Het is echt niet handig. Snoepen en sporten is niet gezond. Tuurlijk. Oké, en dan nu. Daar komt de oppas van ons. De broer van Pets. Omdat de broer, die gaat naar het pretpark. Wie doet uw koosje papa meedoet. Daarom is het druk over deze pretpark. Daarom is mijn broer bedacht naar bed te gaan. Don't. De was. Deed. Don't. En dan moest de bed zeggen. Even oppassen, de hond. Daarna. Je komt de hond in de achtertuin. En dan wordt er Daan een beetje afgeleid door het hond. Dat is niet handig. Het is wel een beetje een probleem met de hond. Tuurlijk. En daarna. De best gaat bellen terug op zijn broer. En zegt de broer. Even terug naar bed. En we heel graag oppassen de hond. Dat snap ik natuurlijk wel. Dat is natuurlijk een lief hond. En dan nu. Ik zag de hond rennen. Met bed. Naar de burenraad. Naar de familie Pillegaas. Naar Luan, Lucella, Vara. En ja. Daar komt de hond op een stazo. Ik zeg het. Even ruiken, even lekker snuffelen. Het doet de hele bank helemaal rommel van gemaakt. Ja, en daar zijn natuurlijk de honden voor, natuurlijk. Honden maakt ook weer alles er bijna van. Of krabben zo. Of een kelgraaf of zo. Zoiets eigenlijk. En daar kwam Vara. Naar de woonkamer. Hij zag de hond. Hij vindt echt niet goed wat de hond doet. De rommel heeft hij gemaakt. Maar dan kwam Lucella en Luan van een Pennega. Hij vindt zo'n lieve hond. Dan zegt Vara, nee. Dit is een staand hond, vind ik. Hij zegt omdat hij van bank vermoord heeft. Daarom. En daarna, dan komt een parcours gemaakt door Luan en Lucella. Hij heeft natuurlijk een helm op van de veiligheid. Kunnen op een helm vallen. Kan niet pijn op zijn hoofd. Dat is wel handig. En dan even een parcours afleggen met de spullen van Vara. Dat vindt Vara eigenlijk niet goed eigenlijk. Maar we willen nu haar parcours even afmaken. En daarna de koosje papa van het land. Om de worden. Hij speelt Daan. Een onbekende FC-kip acteur. Dat is Jan Dino. Hij speelt ook hierin in de film. Pretpark op Stelten.
En doet ook mee met de Koerse Papa. Doet ook mee. Die hebben verschillende delen van sport. De eerste deel, rennen. De tweede deel. En de tweede deel, ik geloof, is van rennen. Ik had vast wel de watersplashbal. Kunnen in lekker rollen. Gewoon lekker rennen. Met de splashbal. Met de waterbal. Dat is echt leuk dit. En daarna. Naar de glijbaan. Je moet ook een stok pakken. En daar gaan we door. Naar de finale. Tuurlijk. Het is echt een leuk sport, vind ik. En dan kwam nu. Daar komt Bram en Sam. Hun willen de van minder pillegaars saboteren. Hij wil geld stelen. Ik zag van minder pillegaars mijn heerlijk lekker eten daar. Ik zag Bram en Sam in de kar. Hij zegt, de pavianen, zegt hij. Dat is super grappig. Bavianen, dat zijn natuurlijk apen. Dus hij bedoelt bavianen noemt. Ze heeft even een muts, even een kipmuts aan. Door het eet wel. Dat is een soort van gecremeerd of zo. Of is nu maar niet zo herkend. Van de haren. Natuurlijk. De Bram Sam is er ook het is daar op stouten ook geweest. De eerste deel en de derde deel. En dan nu. Nog een einde. En dan. Van de poeven. We wilden misschien een beetje geld stelen, omdat het de familie binnen gaat te vragen te nemen. Ik vind het eigenlijk niet oké, hun doet de Bram en Sam. Omdat hun willen rijk zijn. En wil ook nog een beste leuke video's kan maken op zijn YouTube. Daarom is het de reden dat hun van minder binnen gaan steelt. Met zijn geld, de beker. Om dat te laten verkopen. Kunnen hun aan het beste de YouTube kan worden. Dat heb ik natuurlijk wel. Van het eerste deel dat het hun proberen om de beker en geld om dat te stelen. Dan komt de hebben we heel graag door die heel graag video's kan maken. Want dan hebben we de leuke video's kan maken. Dan is het de reden voor Bram en Sam en wil heel graag doorgaat met zijn YouTube kanaal. Maar we heel rijk zijn op zijn YouTube. Daarom is er de reden voor. En daarna. Dan komt een leuke eind van de film. En dan Bram en Sam is daar opgepakt door de koops. Nou, koops. Nu hebben we eigenlijk de gevangen. Nu waren we eigenlijk bijna de proeven om dat te pakken. Een jongen is een jongen van de pretpark. Is ook de eigenaar van het pretpark. Maar
De broer van Bert, dat is ook de eigenaar, die heeft ook kids bij. Die heeft ook al opgepakt door een parmezaan. We zijn nu opgepakt naar de politie te gaan. En dan komt het eind van de film. Dan wordt er in muziek in een soort van een circus show achter zoiets. Dat is echt een toppe film. Echte toppers. Nou, deze video even afronden. Ja, dat was even van vandaag van mijn allerlaatste aflevering van de filmserie van seizoen 3. Vergeet ook niet tegelijk te abonneren op YouTube. Ik zie allemaal later. Tom YouTuber. Ja, dat is zijn YouTube kanaal. Toffe video's, humor, grapjes. Blijf abonneren op Tom.